Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik had vanochtend eventjes een beetje schrik. Ik verschoonde de luier van deze kleine vent. En zijn piemeltje was helemaal geïrriteerd. En ik dus een foto gemaakt. Ik stuur dat naar Niels toe. Ik zeg, Niels, waarom moet ik hier mee? Ja, zegt hij, bel me even de huisarts op, want ik weet het ook niet. Ik zeg, oké, nou. Dus, ik bel de huisarts op. Ik zeg tegen de huisarts, tegen de assistent van de huisarts, Ik zeg, ja, leg het probleem uit. Ik zeg, ik heb hier geen ervaring mee. Ik zeg, dus ik weet het niet. Nou, zegt ze, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je even bij het inloopspreekuur van de consultatiebureau gaan. Maar dat inloopspreken van het consultatiebureau is wel op zo'n beroerde tijd, dat Jordi rond die tijd slaapt. En vanmiddag om 1 uur heb ik Stichting Mee aan mijn deur staan. Voor een gesprek over Jordi, voor de toekomst en alles. Ik zeg, dus dat gaat hem niet worden. Ik zeg, dus ik wil eigenlijk een afspraak hebben. Ja, we hebben eigenlijk geen plek vandaag. Ik zeg, nou, moet je goed luisteren, ik bel nooit. Ik zeg, maar ja, ik wil het toch even gecontroleerd hebben. Ze zegt, wat denk je er zelf van? Ik zeg, nou mevrouw, ik kan heel veel denken. Ik zeg, maar ik heb een vagina. Ik zeg, en hij heeft een pieleke. Ik zeg, dus ik weet niet wat ik moet denken. Ik heb het nog nooit bij Jordi gehad. Ik zeg, dus ik zou het niet weten. Ja. Ja, dan komen we om 9:10. Het was ondertussen 8:15. Ik moest mijn kinderen nog aankleden. Liam had ik wel al de fles gegeven, gelukkig. Dus ik gauw Jordi wakker gemaakt. Want die lag toevallig nog te slapen. Jordi gauw aangekleed, fles gegeven. Liam aangekleed, alles gauw klaargezet. Luiers de tas ingeflikkerd. Met doekjes. Ik denk, oh, daar gaan we. Ik heb mijn eigen gauw aangekleed. Nou, daar stond ik hoor, om 9:50. Toen ik de afspraak had. Ik denk, oh, dan moet ik weer haasten. Ik hou niet van haasten. Maar het is bekeken. Wat het eigenlijk is dat zijn velletje wat nauw is. En dan moet ik zo droog mogelijk houden. Ik zeg, ja. Ik zeg, hoe krijg je zoiets zo droog mogelijk? Ik zeg, dat kind dat plast heel de dag. Ja, zegt ze, ja, dan moet je er een beetje pseudocreme op smeren om het te beschermen. Ik zeg, ja, oké, prima, gaan we proberen. Ik zeg, maar als het volgende week nog niet over is, ja, zegt ze, dan hoor ik je wel weer. Ik zeg, dat is goed. Het gesprek met Stichting Mee is geweest. Niels was daarvoor naar huis gekomen, die was vanmiddag vrij. Liam is in de tussentijd van alles aan het vertellen. Ja. En wat vond je van het gesprek? Ja, ze willen in ieder geval hun best doen om mee te denken. Ja. Daar was ook het gesprek voor bedoeld, toch? Mm-hmm. Dus ja, wij gaan gewoon kijken hoe en wat en waar we ons het beste mee kunnen helpen. In verband met Jordi. En ja, in de toekomst gaat het gewoon uitwijzen hoe en wat en waar we hulp bij kunnen gebruiken. Mm-hmm. Nou, ik ga naar Waalwijk toe nu. Ik ga bloed prikken. Daarna ga ik heel eventjes gauw naar de Kruidvat toe. En dan is het alweer bijna tijd om te eten, denk ik. En ik ga even wachten tot Jordi wakker is. En kijken wat Liam al wil doen. Precies. Die ligt lekker oranje te drinken. Liam. Die zit naar zijn grote broer te kijken. En ik ga Liam nou een flesje geven. En dan gaan we lekker wachten tot mama thuis is. Oké. Wil je nu even mopperen? Jullie is een flesje op. Wat zeg je allemaal? Lekker spelen? Hij is niet met zijn beste beentje uit bed gestapt. Maar ik ga Liam even de fles geven. En dan wachten we op mama. Inmiddels ben ik alweer thuis. En zit mijn gezinnetje tv te kijken. Dus, ik ben ondertussen pizzatje aan het maken. Jordi heeft al gegeten. Ik ben vegetarische pizza aan het maken. Yeah.
Deed je nou zelf je nek hier naar me toe? Oh, dankjewel. Zoals jullie zien gaat Jordi zo lekker naar bedje toe. Hij heeft net zijn flesje op. Liam die zit hier een beetje te trappelen in zijn wipsel. Een hele goede morgen. Jordi was gisteren overkouwen. Die voelt zijn eigen niet veel beter nu. En ik ben vanochtend ook wakker geworden met de verkoudheid. Fijn. Normaal fiets ik altijd overal doorheen. Maar ik denk dat mijn weerstand nu gewoon echt slecht is. En dat kan nu dus niet. Ga erbij zitten, jongen. Ga erbij zitten. Hè? Nee, hij heeft vanochtend ook gespookt, dus ja. Liam heeft tot nu toe nergens last van, dus dat is mooi. Ik had eigenlijk fysio met Jordi, maar ik stuurde haar ook een berichtje. Kijk, als Jordi alleen wat verkouden was geweest, dan had ze Jordi laten komen. Want ja, ze gebruikt toch een masker en alles. Maar ik app haar ook, ik zeg van ja, wil je dat ik Jordi nou nog breng, nou ik ook verkouden ben? Ze zei ze van nou, zegt ze, dan slaan we het nu over. Dus die is heel vrolijk. Die zit gewoon lekker zijn ding te doen. Hé jongen. Ja. Maar ik verwacht dat hij ook verkouden gaat worden. We gaan het gewoon allemaal eventjes afwachten. Maar nu ga ik heel eventjes Jordi zijn broek nog doen. Want hij had gepoept. En ik denk dat hij zo nog in slaap gaat. Alles slaapt hij. En ik ben even lekker pauze aan het houden. Even niks doen. Behalve hier. Van die gekke hond. Jordi heeft gelukkig geen koorts. Maar bij mij begint mijn temperatuur op te lopen. Ik ben ook gewoon de hele tijd al thuis. Ik ben niet weg geweest. Of wat dan ook. Maar ik twijfel toch. Om toch een test te laten doen. Ik ga ook niet eerder de deur uit voordat... Maar toch, kinderen die zijn nog wakker. Ik weet het ook even niet. Maar. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Jordi die zit lekker zijn flesje te drinken. We hebben straks heel eventjes een rondje gewandeld. Want we mogen weer gewoon naar buiten. Gisteren heb ik doorgekregen dat mijn coronatest negatief is. Dus dat betekent dat hier gewoon een flinke verkoudheid in huis rondwaait. Of weet ik het hoe je dat noemt. En ja, boven ruikt alles naar frietje speciaal. Dus ja, ik heb de ui staan voor de kindjes en voor mezelf. En voor Niels natuurlijk. Ja, we mogen gewoon naar buiten en alles enzovoort zoals we het allemaal doen. Maar ja, we blijven toch zoveel mogelijk nog thuis. Zodat in ieder geval... We lekker rustig aan alles kunnen, ja, hoe noem je dat, verwerken, beter worden. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar in ieder geval, we zijn allemaal lekker aan het snotten. En Jordi heb ik net zijn neusje gedaan. Liam heeft ook net zijn flesje gehad en daar heb ik ook zijn neusje van gedaan. Die zit wel zoveel mogelijk recht overeind nu, want die kan bijna niet liggen. En ik hou zijn neusje goed bij, maar... Je kan niet altijd tegen de snot opwerken. Maar zo zit Liam er nu bij in ieder geval. Ben jij lekker aan het spelen, hè? Met je teentjes pakken. Ja. Ja. Het is de leukste thuis, hè? Ja. Oh, je bent ja. Dus, we hebben een snurkend huishouden hier momenteel. En ik ga dadelijk deze snurkert even lekker zijn bedje in doen. Die is inmiddels alweer wakker. En die heeft buikpijn en die zit niet lekker in zijn vel. Liam die ligt te slapen.
Die zal zo ook wel weer wakker worden, want het is daar weer tijd voor zijn eten. En meneer kan klok kijken hoor, dus ik heb voor Liam heb ik bietjes gemaakt. Dus die krijgt daar bietjes te eten. En dat ziet er zo uit. Yummy! Willen jullie nou weten hoe dat ik babyvoeding maak? Laat het natuurlijk heel eventjes weten in de comments of via de ups en down Instagram. Kun je natuurlijk gewoon doen, dat is geen probleem. Want misschien dat ik er dan wel een extra video van kan maken. Voor Jordi heb ik het eten ook al klaar. Dit is het eten voor Jordi. Dit is bruine rijst met een pakje van de Maggi. Daar zit kip in, champignons in, prei in, room, dat soort dingen. En ik heb een stukje biet doorheen gedaan, omdat ik vond dat er te weinig groenten in zaten voor Jordi. Dus, en ik heb een extra bakkie. Die gaat de vriezer in, als die afgekoeld is. Dan heb ik altijd voor Jordi extra in huis. En dit kan hij dadelijk eten als Niels thuis komt. De bietjes zijn geslaagd! Goedemorgen! Jordi krijgt nu lekker zijn fles. Liam die ligt lekker te chillen. Hé jongen? En af en toe zit hij een keer te brabbelen tegen ons. De ziekenboeg is nog steeds aanwezig. Ik heb net nog Jordi zijn neus helemaal schoongemaakt. Liam zijn neus is helemaal schoongemaakt. Mijn eigen neus heb ik schoongemaakt. We zijn hier allemaal dus verkouden. En ik ga eventjes lekker een waterijsje eten. Maar ik doe mijn waterijsje altijd delen. Niet alleen met Jordi hoor. Is het lekker? Ik heb er last van, maar hij heeft er ook last van, dus ja. Moet elkaar toch een beetje helpen, hè? Je grote broer ligt slapen, hè, Lily? En deze grote vent, die is snot verkouden. Ik heb zijn neusje nu gedaan en ik had straks even contact gehad met de huisarts van wat moet ik doen, want hij grijpt steeds naar zijn oortjes. En nu hebben we eigenlijk een beetje afgesproken van dat ik hem een zetpil mocht geven. Dus hij had geen koorts, niks. Dus ik zeg van ja, voor het ongemak is dat een slim idee. Toen zei ze van nee hoor, ze geef maar gewoon een zetpil voor het slapen gaan. En hij lag al te slapen. Maar ik heb hem net toch nog een zetpil gegeven. En hij heeft zijn flesje net op. Hij heeft vandaag 6 flesjes in plaats van 5. Nou, als hij er 6 wil, dan krijgt hij er 6. Wil hij er 7, dan krijgt hij er 7. Maakt mij niks uit hoor. Als deze hongernek honger heeft, dan krijgt hij gewoon lekker eten. Doe bij Jordi ook, dus ja. Ik ben daar niet zo zuinig in, wat dat betreft. Nooit geweest ook. Hé jongen, maar jij bent nou nog wakker hè? Mama heeft vandaag bijna niks kunnen doen. Nee. Dus elke keer als mama opstond om iets te gaan doen, of Jordi even de broek te verschonen, of wat dan ook, dan was het schreeuwen. Ja, en zodra die bij mama zit, is hij rustig. Ach ja, maar ook dit is voor mij nieuw. bij Jordi is het zo als hij ziek is, dan weet ik precies wat ik wel en wat ik niet moet doen. En bij Liam weet ik dat nog niet. Het is een heel andere vorm van ziek zijn, vind ik. Kijk, het is normaler. Zoals je het wil benoemen. Maar in principe is het zo dat, ja, Liam mankeert niks. Dus, ja. Dit
Het is een hele andere verkoudheidsgebeuren dan normaal, zeg maar, bij Jordi. Dus ja, ik ben hier even aan het wennen. Daarom heb ik straks op thuis het gebeld van ja, hij grijpt naar zijn oortjes. Ik zeg, Jordi heeft dit nooit gedaan. Ik zeg, wat moet ik doen? Waar kan het aan liggen? Hoe lang mag dit zo blijven? Ik zeg, ik weet het niet. Ik heb dit nooit gehad. Dus, maar ja. In ieder geval, deze kleine vent is nu dus klaar wakker. En mama die was net met van alles bezig. Toen dacht hij bij zichzelf, laat ik toch maar eens heel eventjes mama gaan treiten. Maar ja, daar ben ik mama voor. Dan maar wat minder in het huishouden, hè. Komt allemaal vanzelf wel weer goed. Goedemiddag, welkom bij de ziekenboeg. Ik heb Jordi net naar bed gedaan. Die ligt te slapen. En deze meneer is nog wakker. Ja, jij bent nog wakker, hè? Ja. Hij is hartstikke vrolijk, maar zijn neus zit zo verstopt. Dat is gewoon echt niet gezond. Ik ben daar ook heel druk mee bezig met neus uitzuigen en alles erop en eraan wat je maar kan verzinnen. Ik heb gisteren ook met de assistent van de huisarts over gehad en ze zei ook van wat je doet is prima. Dus ja, daar was ik dus mee bezig. En ik heb gisteren tot 11:15 met hem opgezeten. En toen pas is hij gaan slapen. Niks was goed. Papa niet, mama wel. Maar ja, mama kon daarom dus niks doen. En papa bleef ook op zijn kont zitten. Dus dat. Maar ja, ik heb dus hier helemaal niks gedaan. Dus het is hier één grote pestbende. En nou ja, zoals normaal is dit allemaal leeg. De bank is normaal netjes. Alles is gewoon normaal netjes. Mijn keuken is één grote bende. Ik ga daar heel even iets aan doen, want ik kan daar niet zo goed tegen. Ik ga ook gelijk heel eventjes het een en ander verzetten hier. Want ik wil de box op een andere plek hebben staan. Laat ik straks allemaal wel zien als ik een heel eind klaar ben. Maar dat zal wel een hele dag duren, want ja, ik heb de kinderen om me heen. Dus ja, in ieder geval, ik ga daar mee aan de slag. Maar eerst ga ik even een worstenbroodje eten. Want die heb ik lekker voor mezelf gehaald vorige week, van de week. In ieder geval, ik had daar nou zin in, dus ik ga daar lekker eten. Mag ook wel een keer mezelf verwennen. Joef die zit in de bench, want die was vervelend naar Liam toe. Sprong continu bovenop hem. Dus die ligt nou heel eventjes daar. En die mag er straks weer uit op het moment dat ik ja, eventjes mijn rust gehad heb. Maar goed, ik ga heel eventjes wat eten, want als het goed is, is het bijna klaar. En dan ga ik hier aan de gang. De kindjes liggen eindelijk te slapen. En ik heb hard gewerkt vandaag. Want ik heb wat dingetjes veranderd. Ik heb de box hier neergezet. En daar heb ik het kastje neergezet. Ik heb ook geen zin om continu Jordi op zijn donder te geven, want het manneke wil nou eenmaal vooruit. En ja, dan kan ik hem beter gewoon ja, zijn weg laten gaan natuurlijk. Hij weet echt wel waar hij wel en waar hij niet aan mag komen. Dus wat dat betreft, ja, als ik nee zeg, dan stopt hij daar toch gelijk mee. Maar ik wil niet zeg maar dat ik hem belemmer in het feit dat hij wil gaan staan en dat er dan een kastje staat die hij kapot kan maken. Dus ik heb nou dan de box van Liam daar neergezet en dan kan die daar lekker ook aanstaan en van de tafel naar de box, van de box naar de tafel. Hij kan vanuit daar televisie kijken en Liam heb ik gemerkt dat hij het ook wel prettig vindt om daar te liggen, zodat hij een beetje meer contact heeft met ons en dat hij ook meer kan zien en alles. Zoals jullie zagen is Jordi al lekker aan het oefenen. He? En de box aan het opkouwen van Liam. Maar dat kan, hè? Dus ik denk dat dit wel een geslaagde actie is. Ja, Poe. Ja, wil je mama? Kom maar. Goed zo. Goed zo. Nou, je hebt het super goed opgelost.
Ik ga zo heel even spulletjes klaarmaken, want de fysio die zei van hij is aan de betere hand en jij bent aan de betere hand, dus kom maar gewoon. Dus dan ga ik ze zo naar fysio lopen en dan ga jij lekker bij Kim oefenen. Dus ik ga even gauw spullen pakken. Inmiddels zijn we weer terug van fysio en hebben we gegeten en alles. Nu is Jordi lekker zijn flesje aan het drinken. En Liam ligt lekker te slapen. Dus ja, als jullie daar op bed ligt, ga ik heel eventjes een uurtje even liggen. En dan ga ik hier weer wat dingetjes doen. Ik moet nog even wat was opvouwen en alles. Dus ja, ik kan niet te hard praten, want anders zijn de hele kindjes wakker hier. Jordi is inmiddels alweer wakker. En hij zit lekker te spelen. En Joefie die loopt continu achter mijn kont aan. Alsof ik honing aan mijn reet heb. Misschien heb ik het ook wel. Ik weet niet, misschien heb ik wel niet goed gewassen. Maar goed, oké. Dat is een heel ander onderwerp. En deze kleine schat, die ligt lekker te slapen. Hij moest eigenlijk zijn flesje, maar hij was doodop. Dus ik laat hem maar heel eventjes nog liggen. Zijn ze toch schattig als ze slapen? Niels zegt altijd: ik ben van PSV, maar mijn kinderen hebben niks van PSV. Nou, ik moest iets bestellen bij bol.com. Ik denk, ik moet nog wat extra bestellen, want dan wordt het gratis bezorgd. En ik zag het toevallig voorbij komen. En ik dacht, dit is het. Zoals velen van mijn familieleden weten, ik vind die shirtjes afschuwelijk. Maar hier kan ik nog wel mee leven. Jo, nee! Joef, laat mijn haar maar rust. Ik hoef geen kale plekken. Joef. Wie is een lekkies? Joef. Is het zo hier? Joef, nou is het klaar. Joef, hou op. Nou is het klaar, Joef. Nou is het klaar, Joef. Nee, is klaar nou. Lief zijn. Jordi ligt lekker op bed. Liam die krijgt nou een flesje bij Niels. En ik word geterroriseerd door Joef. En ik ga heel eventjes wat vouwen. Joef. Waar is het fruitje? Gelukkig kent ze dat nog niet, want dan was ik nou helemaal afgelabberd. Waar is een fruitje? Ja, dat is een fruitje. Zie je? Nou ben ik er klaar mee met dat gelabber. Godsamme. Ben doen.
Dit was de soort van ziekenboeg vlog-achtig iets, anderhalve week. Weet ik het hoe ik het ga noemen. Ik was het aan het editen en ik zag dat ik nog niet had afgesloten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.